Mijn naam is Jesse Elze. Ik werk sinds 2015 in het CWZ. Ja, ik ben oncologieverpleegkundige. Mijn functieomschrijving is dat ik mensen help met een darmtumor of vrouwen die een gynaecologische tumor hebben. Wij begeleiden ze vooral op het moment dat zij operatief geholpen worden en dan helpen we mensen om ze te laten herstellen. Het maakt me heel erg enthousiast om überhaupt om met mensen in contact te zijn. En hoe kunnen we samen ervoor zorgen dat iemand zich weer prettig voelt na een operatie. Ja, dat maakt mijn werk heel erg leuk. Als ik een dagdienst heb, beginnen we echt met het lezen van de patiëntendossiers. Zodat we weten waar iemand voor op de afdeling bij ons opgenomen ligt. Dan beginnen we de eerste uren vooral door aan mensen te vragen hoe de nacht verlopen is. En helpen we ze met de alledaagse verzorging. Dan beginnen we aan de artsvisite. En we gaan dan vooral ook kijken of moeten we iets veranderen aan het behandelplan. Wat zijn leuke plannen bij ons de afdeling? Ik denk dat daar bijvoorbeeld de Lucy-app die ontwikkeld is, daar een heel mooi voorbeeld van is. Dat mensen samen met de verpleegkundige en hun partner elke dag tijdens de opname in kunnen vullen hoe het met hun gaat. Dus we leren dan mensen tijdens de opname al die app te bedienen. Doordat mensen die app zelf kunnen gebruiken, kunnen zij vaak ook eerder weer naar huis toe. Dus dat is iets heel moois wat op dit moment loopt bij ons de afdeling. Het mooiste om te doen vind ik echt de gesprekken die je met mensen aan kunt gaan. Ik krijg heel veel levensverhalen van mensen te horen. Dus dat vind ik enorm leuk om te doen. Ik denk dat ik een betrokken houding heb. Ik probeer altijd heel erg naar mensen te luisteren. Dus voordat ik een gesprek aanga, probeer ik vooral te kijken waar mensen zelf mee komen. Waar ligt nou echt die zorgbehoefte? Dus vooral heel erg patiëntgericht zijn. Ook als verpleegkundige heb je ook vragen die je zelf zou kunnen stellen. Ja, wat nou heel diep zit om dat te weten te komen. Ik denk wanneer iemand wat langer opgenomen ligt, dat we ons toch in allerlei bochten proberen te wringen om daar eens lekker mee naar buiten te kunnen. Klinkt heel cliché, maar de aandacht voor de mens, dat is denk ik het allerbelangrijkste wat je als verpleegkundige kunt geven. Ja.